Ruud Heus, ja, gisteren werd de stafmaat bekend van ja, de voorlopige spelerspas van Marek Verweij. Ja. Ja, betekent 2 punten in mindering en de wedstrijd overspelen. Een zware straf, denk ik. Ja, dat kan je wel zeggen. Als je, het lijkt wel of wij iemand van een andere club opgesteld hebben. Hè? Iemand die niet gerechtig is om te spelen. Hè? Die dus, het lijkt wel of we de spits van Spakenburg opgesteld hebben. We hebben gewoon een jongen opgesteld die een aantal weken geleden nog niemand van gehoord heeft. Die hier op een trainingsveld liep. En die heb ik op een dinsdagavond zag ik hem lopen trainen. En wij moesten naar Rijswijk uit en we kwamen in de knel aan met het aantal spelers. Er waren nog 13 man over. Nou ja, dan weet je zelf wel, dan heb je er niet genoeg om een wedstrijd te spelen met wissels. Dus wij zagen Mark lopen op een trainingsveld. Ik denk, nou, die kan aan het voetballen. Laten we die maar eens meetrainen. Nou, toen heeft hij 2 keer meegetraind. Toen heb ik besloten hem op te stellen. Dus geen enkel idee van, over pasjes en iets. Die op de A1, die weet misschien niet eens wat het allemaal voorstelt. En die gaat voetballen. Die maakt toevallig een goal. 2-0 achter, maakt een goal 2-1. Binnen de wedstrijd 4-2. Sportieve lopenwedstrijd, gewoon verdiend gewonnen. En dan wordt er een of andere hetze wordt er begaan tegenover zo'n jongen, jongetje van 18 jaar, die gelukkig wat talent heeft. En die nu alles om zijn oren geslagen krijgt van een strafmaat en dit. Ja, en ik denk niet dat de bedoeling van voetbal is om een A-junior uit de opleiding vandaan, die al jaren speelgerechtig is, en de club zo zwaar te straffen. Ik bedoel, we weten ook wel dat hij, het gaat om een pasfoto en een handtekening. 2 dagen later is het allemaal geregeld. Dan kan je het niet goed te praten. Maar er kunnen ook straffen zijn van luister, we geven een boete of we spelen 1 wedstrijd schorsing als waarschuwing van word wakker, dit kan niet meer zo, weet je, maar dit gaat nergens over. Dus, hiermee wordt de competitie heel erg beïnvloed. En ik denk het sportieve gedeelte. En ik denk niet dat de bedoeling is van het voetbal in de KNVB om tot hun beslissing te nemen of degene die na competitie moeten spelen of degene die. Die rechtstreeks degradeert. De bedoeling is gewoon dat je een verloop krijgt. En degene die het meeste punten heeft, die wordt kampioen. En degene die wat minder punten heeft, die degradeert of speelt nakomt of blijft erin. Nou, wij staan nu in de veilige zone. Maar door de regels van de KNVB, die buitengewoon zijn. En geen enkel verhouding staan met wat die jongen gedaan heeft. Ja, zou het wel eens kunnen zijn dat wij het kind van de rekening zijn. Wat gaat de vereniging LSC hier tegen doen? Daar kan ik niet op ingaan. Dat is een bestuursvraag. En ik wijs jullie ook door naar het bestuur van LSC wat ze hiermee gaan doen. Dan eventjes over de wedstrijd van vandaag. Dan toch nog. Je speelt tegen de koploper, Xerxes DZB. Ja. Weet je, dat wordt een zware kluif. Ja. Maar als je dan toch het aantal kansen in de wedstrijd ziet, ja, had er misschien toch meer als die enkele punten ingezeten. Ja, als je het scoreverloop ziet, 1-0 voor. 1 goal die afgekeurd wordt. Geen 6 stond niet op de achterlijn. Maar ik kon wel goed zien. Ik stond er redelijk goed voor. Nog beter dan hem, denk ik. Ik kon wel goed zien dat die op de achterlijn was. Dus dan had je 2-0 voorgekomen. Ik moet wel zeggen, eerst half uur waren wij de betere ploeg. Zijn we het laatste kwartier van de eerste helft de betere ploeg. Oké, rust is dan 1-1. Daar kan je mee leven. Tweede helft, Xerxes de betere ploeg. De eerste 20 minuten waren ze beter. Tweede helft, de laatste 25 minuten ging gelijk op. Maar je moet wel eerlijk gewoon zijn dat wij echt goede kansen hebben gehad. 2 keer de paal afgeschoten, 2 keer levend de keeper. Dus je had deze wedstrijd kunnen winnen. Ja, dan zou je het zien. Die maak je dan niet op de juiste momenten. En zij maken dan vlak voor tijd nog de 2-1. Of 1-2. Ja, en dan hebben wij als ploeg hier heel veel veerkracht. En dan maken wij weer, zoals we vaak dit seizoen, de 5e keer geloof ik dit seizoen, maken we vlak voor tijd tegelijk maken. En dik verdiend.